Davy de Beulen, je hebt zelf niet meegespeeld. Misschien wel de ideale positie om jouw analyse van deze wedstrijd te geven. Ja, ik denk dat het gewoon duidelijk is dat als je niet direct kunt scoren en die 1-0 niet kunt maken, dan blijven die mannen lopen en dan wordt het alleen maar moeilijker. Dan zag je eigenlijk de evolutie van die tweede helft, zag je dat het gewoon moeilijk werd. Hè. De ideeën waren er niet, alles zat potdicht. Dus ja, dat weet je gewoon. In deze wedstrijd moet je 1-0 maken en dan wordt dat een volledig andere wedstrijd. En ja, dat is jammer, want in zulke wedstrijden moet je proberen die 3 punten sowieso te pakken. De coach gebruikt het woord oorlog maken, oorlog voetbal. Sluit jij daarbij aan? Ja, ik denk op een gegeven moment, zeker in de tweede helft, zie je dat het voetballend wat minder gaat. En dan brengt ook de trainer Nico naar voren. Dan moet je niet meer gaan breien. Dan moet je die bal in die 16 pompen op dat moment. En daar echt in steun komen. Want daar score je tenminste. Dat komt beter in elk geval. Dat daar dan op die tweede bal misschien iets beter werd gespeeld. Of de duels daar winnen. En oorlog maken. Ik denk dat hij daarmee dat bedoelt, denk ik. Voor in die 16 dan die bal te droppen en spelen op de tweede bal. Ik denk dat we het erover eens zijn dat deze wedstrijd altijd gewonnen had moeten worden. Ja, sowieso. De eerste helft, er zijn kansen geweest. Heel mooie kansen. En die zijn er jammer genoeg niet ingegaan. En dat is eigenlijk al een paar keer het verhaal geweest. Hè, bij gelijk spelen in het verleden. Ja, de kansen moet je proberen scoren. Dan wordt het alleen maar moeilijker als dat niet gebeurt. Op naar volgende week. Ja, sowieso. Dit zo snel mogelijk vergeten en volgende week weer. Hè. Wanneer kunnen we Davy de Beulen terug op de grasmat verwachten? Ik krijg alles op na nieuwjaar. Dus ik wil gewoon de stage meemaken begin januari en dan fit na nieuwjaar er volop tegenaan te gaan. En dat is het doel. Ik zei het, om nog 1 wedstrijd in december, dat zou te veel risico's innemen, dus dat gaan we niet doen.